Ik drink even uit een heel merkwaardig klein flesje. Het zou me niet verbazen als die ook vol met verdovende middelen zitten. Het verlossen, kunt u mij horen? Voor mijn vader was Parijs het centrum van de wereld. Daar gebeurde het. Dat was het. Parijs. En ik ben alweer van een generatie waarbij de Anglo-Saxische invloeden veel dominanter aanwezig waren. Amerika toch het land was waar je op oriënteerde. Ja, ook wat betreft de muziek natuurlijk. Ja, en dat wordt straks China. Dat betwijfel ik, omdat de Chinese taal ook al een vrij lastig klusje is. Ja, er zijn nu al mensen die dat... Je moet geloof ik 4000 van die... Mandarijn. Van die symbolen kennen, wil je dan een beetje Chinees kunnen lezen en schrijven. Ja. Dat gaat, in ieder geval ga ik dat niet meer doen. Ik oriënteer mij volledig op België, maar niet eens. Ja, Luxemburg, laten we dat maar doen. Ja. Dan ben je er ook gauw uit, geschiedenis van Luxemburg. Dat is ook een heel kort, allemaal heel makkelijk te doen. Ik oriënteer me volledig op Luxemburg. Het is wel een heel raar taaltje, hè? Luxemburg, wat praten ze daar dan? Het Letseburgisch, dat is heel geheel. Een soort van plat Duits is het volgens mij. Ja, weet je dat niet? Nee, Luxemburg, dat is een heel aparte taal. Een soort van hobbittaal. Nou, hobbittaal, dat weet ik niet precies. Ja, Tolkien zou het leuk hebben gevonden als je dat had gevonden. Omdat Tolkien's grote liefhebberij was het ontwerpen van talen. Ja. Vandaar dat hij, ik geloof, als Tolkien het Fins ontdekte, is hij in de zevende hemel een rare taal. Ja, omdat Fins natuurlijk, dat hoort tot de Fins-Oerische taalgroepen. Nou, dat is echt volkomen anders volgens mij dan de Indo-Germaanse talen. Maar nu begeef ik mij wel op heel erg dun ijs. Dus misschien moeten we toch terug naar Frankrijk. Ja, laten we dat doen. Ho Chi Minh roept in 1946 de zelfstandigheid van Vietnam uit. Heel interessant, hij schrijft ook een brief naar de Amerikaanse regering. Dat hij zelfstandig wil worden en of Amerika, wat toch ook niet waar, de First New Nation, de eerste natie die zich zelfstandig had gemaakt, of hij niet ook de steun van de Amerikanen kan krijgen. Daarop die brief is nooit geantwoord overigens. Je begrijpt dat de Fransen het geen goed idee vonden dat Vietnam zelfstandig zou worden. Er is wel onderhandeld tussen de Viet Minh, zo heette de zelfstandigheid, de communistisch georiënteerde zelfstandigheidsbeweging die door Ho Chi Minh werd geleid. Maar die onderhandelingen hebben niets opgeleverd. En tenslotte komt het dus tot een oorlog, tot een in feite, de Viet Minh komt militair gesproken in opstand tegen de Fransen. En natuurlijk dachten de Fransen, zoals vrijwel iedereen in de wereld, ja, dat gaat die Viet Minh natuurlijk dik verliezen. Dat is een hopeloze ondernemer. Ja, Frankrijk toch een vrij omvangrijke militaire macht, die bepaald niet geschitterd had in 1940, maar toch heel wat anders dan, al die kleine gele Vietnamezen, dat bekende Europese superioriteitsgeloof. Maar dat liep totaal anders af. Want in feite bleek de Viet Minh een voortreffelijk geleid militair apparaat te zijn. En op een goed moment hadden de Fransen zich verschanst in een stad die heette Dien Bien Phu. En het was de Franse overtuiging dat Dien Bien Phu, dat was onneembaar. Want het was ook uitgesloten dat de Viet Minh in staat zou zijn om die stad te beschieten vanuit de omliggende heuvels. Want hoe zouden ze hun artillerie naar die omliggende heuvels moeten krijgen? Je begrijpt al hoe dit afgelopen is. De Viet Minh heeft de artillerie in stukken uit elkaar geschroefd en ik geloof toen al op grote schaal gebruik gemaakt van fietsen als transportmiddel. Want je kan natuurlijk een auto in onderdelen uit elkaar halen. En hoeveel onderdelen heeft een auto? Ik geloof ongeveer 5000. De meeste zijn klein, die kun je in een zak doen of zo. Je kunt met fietsen niet, dus de fiets gebruik je als een transportmiddel. Dus hij wordt gewoon geduwd door de fietser, zou ik maar zeggen. Die zit er niet op de trap. Nee, hij duwt hem en dan kun je die fiets helemaal behangen met... Nou, dus in de Rimboe bleek de fiets een fantastisch en goedkoop transportmiddel te zijn. Zo gedacht, zo gedaan. Dien Bien Phu werd al na enige tijd omringd door artillerie en beschoten. En feiten bevonden de Fransen zich daar in een kansloze positie. En tenslotte capituleren ze in 1954. De militaire leider van de Viet Minh heette Ngo Dinh Diap. Giap geheten.
een man van zeer aanzienlijke talenten, die ook later nog weer een rol speelt in het verzet tegen de Amerikanen. Want je begrijpt welke kant dit verhaal opgaat. De Amerikanen hebben precies dezelfde fout gemaakt als de Fransen. Niet waar, namelijk het volstrekt onderschatten van de Viet Minh en de Viet Cong. Met het idee, ja, zij zijn zo superieur, zoveel vuurkracht, dat gaat slecht aflopen voor die Vietnamezen, maar nee dus. Je begrijpt dat de Fransen de Amerikanen nog uitgebreid gewaarschuwd hebben. Kijk naar ons, wij hebben het afgelegd tegen ze en de kans dat jullie gaan winnen, die is ook nul. Je kunt misschien een soort van status quo situatie creëren, maar de kans dat je gaat winnen daar, die is nul. Maar je begrijpt dat de Amerikanen geen zin hadden om naar de goal te luisteren, dus die wisten alles beter, zoals ze alles altijd beter weten. Hebben we ook al over gesproken natuurlijk in het kader van de inval in Irak, waar ze ook uitgebreid door Jan en alle man voor gewaarschuwd zijn, maar nee, ze wisten alles beter. Ja, in 1954 capituleren de Fransen. En eigenlijk omdat iedereen dat wel aan zag komen, was er al een conferentie begonnen in Genève over de toekomst van Frans Indochina. Hoe moest dat verder? Het was ook duidelijk dat de Fransen er wel van af wilden. Dat was toen in Frankrijk een eerste minister, Mendès France, waarvan ik mij voornamelijk herinner dat hij vond dat de Fransen wat minder wijn en wat meer melk moesten drinken. Ik hoop dat klopt, deze mededeling. En op die conferentie werd de toekomst van Frans, het voormalige Frans Indochina besloten. Cambodja en Laos zouden zelfstandig worden. En in Vietnam zouden verkiezingen worden gehouden. En zolang dat nog niet het geval was, werd Vietnam tijdelijk, let op, tijdelijk in twee stukken verdeeld. Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam. En na 2 jaar was de afspraak van die conferentie, zouden er verkiezingen worden gehouden. Die verkiezingen zijn natuurlijk nooit gehouden. Want ondertussen, dat was al ergens zo begonnen ten tijde van de Koreaanse oorlog, hadden de Amerikanen al besloten dat Vietnam, dat mag niet in communistische handen vallen. Vanwege de dreiging van die Koreaanse oorlog, omdat China natuurlijk in 1949 plotseling communistisch was geworden, waardoor de Amerikanen ook zo'n angstvoorstelling hadden. Ja. Er zijn ineens 800 miljoen communisten bijgekomen. Waar moet dat heen in deze wereld? Om die reden beginnen de Amerikanen ook de Fransen te steunen in hun strijd tegen de Viet Minh. Ja, maar goed, die strijd hebben de Fransen dus verloren. En dan is natuurlijk duidelijk in 1954 dat als die verkiezingen zouden worden gehouden in heel Vietnam, Noord en Zuid, zoals de afspraak was, dan zou Ho Chi Minh hoogstwaarschijnlijk die verkiezingen winnen. Kortom, de Amerikanen besluiten eigenlijk dat die verkiezingen niet gehouden zullen worden en dat Zuid-Vietnam zal worden opgebouwd als een bolwerk tegen het oprukkende communisme in Zuidoost-Azië. Waarbij ze natuurlijk een essentieel onderdeel van dat zogenaamde oprukkende communisme niet onderkenden, namelijk dat het communisme gekoppeld was aan nationalistische gevoelens. Het was niet louter communisme. Nee, het was gekoppeld aan de nationale gevoelens van de Vietnamezen die graag zelfstandig wilden zijn. Maar goed, dat zagen de Amerikanen in feite niet zitten tot hun uiteindelijke chagrijn natuurlijk. Zuid-Vietnam moest opgebouwd worden als een bolwerk van een westers bolwerk tegen het oprukkende communisme. Er werd ook een speciaal bondgenootschap in Azië in het leven geroepen, de zogenaamde SEATO, Southeast Asian Treaty Organization, een soort kopie van de NATO in West-Europa, ja. Maar nu dus een soort SEATO voor Zuidoost-Azië. Overigens zat die een stuk losser in elkaar en was die wat minder hecht georganiseerd dan de NATO, maar dat was het idee. Ze hadden het ook even al uitdragen, vind je dat goed? Ja, hij mag ook alweer uit, ja. Het is nu al warm, toch? Ja, ja, het is, nee, ik moet zeggen, het is flink opgeknapt. Het is, want dit is verbazingwekkend koud natuurlijk. Hè. Het is heel koud nu, ja. Ja. Ja, ik vond het tegelijkertijd wel fris. Ik was zo blij dat ik weer in het park kon wandelen, dat ik toch met volle teugen genoten heb, moet ik je eerlijk bekennen. Ja, dus
Zuid-Vietnam moet een bolwerk worden tegen het oprukkende communisme. En daartoe wordt ook een leider, een Vietnamees, benoemd in Saigon. Saigon is de hoofdstad van Zuid en Hanoi is de hoofdstad van Noord-Vietnam. Laten de luisteraars het ook even op de kaart opzoeken. Dan zie je ook dat, ik geloof dat de verdeling over de 17e parallel loopt, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Parallel, meridiaan, maar dat weet ik niet helemaal zeker hoe dat in elkaar zit. En als leider in Zuid-Vietnam wordt eigenlijk op het schild gegeven, zeker aan de Go Ding Jam. Een ongelukkige leider vanuit dat perspectief, dat het natuurlijk ook ging om een nationale, dus niet alleen een communistische revolutie, het was ook een nationale revolutie. Want die Jam en zijn hele familie had uitgebreid gecollaboreerd met de Franse bezetters, hoe moet je dat zeggen, de Franse koloniale macht in Indochina, in Franse Indochina. Dus het was wel een bijzonder ongelukkige keuze. En die Jam werd natuurlijk aanbevolen, je moet je hervormingen zijn van het grootste belang, ook niet waar, om te laten zien dat we niet een soort feodale macht voortzetten, maar dat er iets nieuws aan de hand is en dat we, laten we zeggen, vergeleken met Noord-Vietnam, dat wij ook heel progressief enzovoort zijn. Maar Jam die voelde daar allemaal geen kloot voor. Dus het ging eigenlijk al vrij snel bergafwaarts in Zuid-Vietnam. Tot chagrijn van de Amerikanen, vanzelfsprekend. En dat bleek bijvoorbeeld doordat eind jaren 50 in Zuid-Vietnam de Viet Cong werd opgericht. In feite een equivalent van de Viet Minh die oorlog tegen de Fransen had gewonnen. En die Viet Cong, de macht van de Viet Cong, die nam in feite in Zuid-Vietnam, nam die eigenlijk hand over hand toe. In grote trekken kon je wel zeggen dat ze in grote delen van het Zuid-Vietnamese platteland die Viet Cong in feite aan de winnende hand was. En tenslotte frustreerde dat de Amerikanen zo enorm dat ze dachten, als we nou zorgen dat die Jam, dat die wordt weggejaagd door de militairen. Maar je weet dat militairen altijd klaarstaan om Jan en allemaal weg te jagen. En nou, ja, vaak is het. Heel veel derde landen zouden enorm goed bediend zijn geweest als ze niet een leger hadden gekregen. Heb je al eens gezegd dat ene land dat geen leger heeft, waar mensen heel gelukkig Costa Rica zijn. Is dat geloof ik. Ja. Mensen het gelukkigst van de wereld. Ja. Ja, nou dat wil ik nou niet direct zeggen, maar... Er zijn onderzoeken naar gedaan. Ja, dat is in Costa Rica. Ja. Oké, nou ja, denk aan Suriname. Waar was een Surinaams leger voor nodig? Nergens voor nodig. Nergens. Drie marges zees waren voldoende geweest. We hebben ze een leger gegeven en kijk wat ons dat heeft op, wat het land heeft opgeleverd. Dus een Europees leger ben je ook niet voor? Ik ben wel voor een Europees leger, zolang natuurlijk wij aan de oostzijde toch een land hebben wat absoluut niet te vertrouwen is. Al moet je de dreiging van Poetin niet overschatten, en die neiging hebben we tegenwoordig wel. Maar helemaal zonder, dat lijkt me ook niet verstandig. Al is het maar gewoon vanwege de potentiële afschrikking. En bovendien, dat is natuurlijk een tweede punt. Kijk, we hebben altijd geschuild onder de Amerikaanse strategische paraplu. En ja, die paraplu die is verrafeld. Hè. Je ziet dat toch wel als er zo'n storm opsteekt, dat zo'n paraplu helemaal de verkeerde kant op waait. Ja. Nou, dat is wel een beetje gebeurd met de NATO en Trump. En Biden probeert dat wel te repareren, maar nu is maar de vraag hoe effectief dat eigenlijk precies is. Dus ja, wij zullen ook wel in feite een soort eigen militaire macht moeten vormen, denk ik, op termijn. Dat kan op allerlei manieren, maar neem Nederland en Duitsland, die werken al heel intensief militair samen. Je weet, wij mogen bij mijn weten gratis rijden in Duitse tanks. Nou, gratis zal het wel niet zijn, maar ja, we hadden onze tanks hadden wij weggedaan en nou ja, nu, die misten we toch erg. Het zijn fijne dingen, die tanks en lekkere dingetjes. Zeker die Leopard, dat een prima was en is een prima tank. En nu kunnen we gelukkig in Duitse tanks rijden. Sowieso. Hè. Leuk. Nee, laat ik niet verder speculeren. Ja, ja, dus de Amerikanen zitten al snel met een groot probleem. Namelijk dat die Jam en zijn familie helemaal geen puf hebben in hervormingen. En in feite een soort een ouderwets, weinig constructief bewind in Zuid-Vietnam voeren.
De generaals van het Zuid-Vietnamese leger hebben al meerdere malen gezegd van, krijgen wij toestemming om die Diem en zijn familie weg te jagen, want die zijn echt gehaat in Zuid-Vietnam. En de Amerikanen hadden steeds gezegd, nee, doe dat maar niet, we gaan het toch nog een beetje proberen. Potverdrie, daar komt niet de loodriet er voorbij. Met al zijn dingen onder zijn arm. Oké, ik word makkelijk afgeleid. En tenslotte zeggen de Amerikanen, en we zijn nu gearriveerd in oktober, november van het jaar 1963. Oké, zeggen ze tegen die generaals, jaag die Diem maar weg. Zo gezegd, zo gedaan. Diem wordt weggejaagd en meteen en passant samen met zijn broer doodgeschoten. 22 november 1963 wordt Kennedy doodgeschoten in Dallas in Texas. Er is op zichzelf geen relatie tussen die twee gebeurtenissen, maar het idee was dat nu het militaire regime in Vietnam het veel beter zou gaan doen dan Diem. Je begrijpt al hoe dit gaat aflopen. Dat militaire regime heeft er ook in allerlei denkbare opzichten een potje van gemaakt. Nu was Kennedy doodgeschoten en die werd opgevolgd door zijn vicepresident Lyndon Baines Johnson. Een van de meest briljante Amerikaanse politici van na de Tweede Wereldoorlog, maar dan toch vooral op het punt van de binnenlandse politiek. Luister daarvoor ook de podcast over de Amerikaanse president. Dat heb ik dus ook al gezegd. Ja, langzamerhand heb ik al. Je moet hem maar even terugzoeken. Ik weet niet welk nummer, maar ergens hiervoor. Ja, kennelijk hebben we steeds stukjes van de wereldgeschiedenis van de afgelopen 500 jaar behandeld. En misschien moet ik gewoon een keer in 1500 beginnen en gewoon jaar voor jaar marcheren we de hele wereldgeschiedenis door. We proberen aan elk denkbaar terrein zoveel mogelijk aandacht te besteden. We beginnen natuurlijk met de wetenschappelijke revolutie. Misschien wel de belangrijkste bijdrage van Europa aan de wereldgeschiedenis. Omdat die natuurlijk ook weer geleid heeft tot de industriële revolutie. We zitten hier notabene in een auto met elektronische opnameapparatuur. Allemaal dingen die 200 jaar geleden totaal en compleet ondenkbaar waren. Misschien moeten we het zo aanpakken. Hè? De wereldgeschiedenis vanuit toch enigszins misleidend Europees perspectief, totdat niet langer meer kan, zoals nu. En nu is de wereldgeschiedenis die vanuit Europees perspectief, dan krijg je wel een hele rare indruk ervan. Lyndon Baines Johnson wordt president van de Verenigde Staten dus in november van het jaar 1963. Het jaar daarna, 1964, is een verkiezingsjaar. Johnson zegt eigenlijk meteen van ja, nee, de Heros is dood, de held is dood, Kennedy. Ik zal al zijn hele beleid zal door mij volledig worden overgenomen. Op het punt van de binnenlandse politiek had dat zeldzaam stimulerende en positieve effecten, omdat hij een veel betere politicus was dan John F. Kennedy. Maar op het punt van de buitenlandse politiek heeft hij ook besloten om het bestaande beleid om dat voor te zetten. In Vietnam. Want hij dacht dat Kennedy in feite vond dat Vietnam ook niet mocht verloren gaan aan het communisme. En daar komen we aan een vervelend punt van de historiografie over deze hele periode en in het bijzonder over Kennedy. Dat allerlei bewonderaars van Kennedy hebben gezegd, toen hij helemaal dood was, als Kennedy zou zijn blijven leven, en als Kennedy verkiezingen van 64 zou hebben gewonnen, waar het wel naar uitzag, we zullen zo zien waarom, dan zou hij zeker een eind hebben gemaakt aan de Vietnamese interventie. Of aan de Vietnamese oorlog, of hoe je het precies wil noemen. Want hij had tegen allerlei linkse kennissen gezegd van ja, ik zie dat niet zo zitten en dat kan niet goed gaan en ik heb mijn twijfels. En ja, had hij dat gezegd tegen de lui, ongetwijfeld. Ik drink even uit een heel merkwaardig klein flesje. Het zou me niet verbazen als die ook vol met verdovende middelen zit. Is dit lekker water? Nou ja, lekker water, ik weet niet. Heb je ook vies water, of niet? Als het niet koud is bijvoorbeeld, is het niet lekker. Het is vrij koud hoor. Ja, joh. Het wordt niet uit de ijskast kwam, is het toch vrij koud. En ik heb ook gehoord dat, ja sorry, nog even één zijstap toch? Maar het water per gemeente verschilt qua smaak. Water? Ja.
Ja, ik weet het niet, maar dan is er een smaakje toegevoegd, toch, of niet? Vitens heeft me dat een keer. Die zegt, als je dus hier in Utrecht iets uit de kraan haalt en jouw kinderen wonen onder andere in Amsterdam, dan smaakt het water daar anders. Oh, dat is zonder meer een feit, ja. Vroeger had je heel vies water. Mijn grootouders in Delft hadden ongekend smerig water. Dat was Maaswater. Maar dat dronken ze? Ja, dat dronken ze. Het kwam uit de kraan. Dat is niet zo erg als je onder de douche gaat natuurlijk. Hoe proef je dat in principe niet? Het was zo ongelooflijk smerig dat vanwege mijn Engelse grootmoeder, die voortdurend thee zette voor iedereen, nam mijn tante als speciale grote blikken met Haags water mee naar Delft. Want het Haagse water was gefilterd door de duinen. Het was duinwater. En dat is van hoge kwaliteit. Ook het Utrechtse water is van hoge kwaliteit. Want dat wordt gefilterd door de Utrechtse heuvelrug. Ja. Dus ja, vooral het water wat onttrokken werd aan de grote rivieren in het westen van het land, was in het algemeen van matige kwaliteit. Ik weet helemaal niet hoe dat nu is. Ik moet zeggen, voor zover ik in het afgelopen jaar Rotterdams water heb gedronken, dacht ik niet, oh, wat smerig. Maar nog veel smeriger was het water op Texel in onze jeugd. Texel was het verschrikkelijk. Het was een soort... Het was een soort whisky zonder alcohol. Het was heel vies, geel was het. Oh, dat ging niet goed. Texel produceerde zijn eigen water. Dat was van ongekend. Het was zo smerig dat we onze tanden ook niet wilden poetsen s'avonds. Vies. En pas toen Texel een waterleiding heeft gekregen uit Noord-Holland, is dat, nu heeft Texel doodgewoon water. Maar in de jaren 50 was het verschrikkelijk gelig. Ja, gelig. Het was echt afschuwelijk. Waar zijn we gebleven? Ja, zo. Moeten die luisteraars daar wat niet van denken, van dit gezwets? Oh, maar ja, inderdaad, ook de waterkwaliteit kan zeer, zeer verschillend zijn, afhankelijk van de plek waar het water vandaan komt natuurlijk. Mensen noemen dit dwaalspoortjes, hè? Dit zijn dwaalsporen. Maar je weet, als je maar goed oplet, en dan kom je van het dwaalspoor weer op het hoofdspoor. En we zijn nu bezig met de interessante vraag die ik eigenlijk al impliciet had aangekondigd. Namelijk dat de bewonderaars van Kennedy hadden gezegd, als hij was blijven leven en als hij de verkiezingen had gewonnen, dan had hij niet zo stom gedaan als Lyndon Johnson. We zullen zo zien wat Lyndon Johnson heeft gedaan. Dan zou hij er een eind aan hebben gemaakt. Ik geloof daar niets van. 0,0. Kennedy wist precies wat hij tegen wie moest zeggen. En er waren mensen die hoorden graag dat het er niet geweldig uitzag in Vietnam. Kennedy zou nooit het politieke risico hebben genomen om de zaak af te bouwen, zodat hij niet waar verwijtbaar was geworden op het punt van zie je. Vietnam heeft die prijs gegeven aan het communisme. Dat is toch verschrikkelijk. Met hetzelfde verhaal van they lost China. Het hele idee dat een land wat communistisch werd, dat voor het Westen verloren was. Ja, tot op zekere hoogte. Maar dat was eigenlijk voor de belangen van het Westen niet zo verschrikkelijk interessant of belangrijk. Dus ik geloof helemaal niet dat verhaal dat Kennedy het allemaal veel beter en heel anders had gedaan. Dat heeft allemaal te maken met de, laten we zeggen, de Kennedy-hagiografie die op is gekomen nadat hij vermoord was in Dallas. Met dat bekende... Nou ja, dat is het effect van elke politicus die voortijdig aan zijn eind komt. Dat er wordt gezegd, was hij maar blijven leven. Ja. Was Pim maar niet vermoord. Ja, ja. Als Pim niet vermoord was, dan was Nederland gewoon een totaal ander land geworden. Een paradijs op aarde. Die Volvo hier voor ons, die zou niet ons getorpedeerd hebben, maar die zou... Oh nee, toch, hij gaat nu weer naar voren toe. Dit is niet wat je noemt een staaltje van sterk parkeren, maar goed... Hij staat er scheef in. Hij staat er niet goed bij. Ja, dus als Kennedy was blijven leven, alles zou anders zijn geweest. Iedereen voelt natuurlijk aan zijn water dat de grootst mogelijke onzin is. Dat is niet zo. Wat doet Lyndon Johnson? Lyndon Johnson zat in 1964 met een verkiezingsjaar. En zijn tegenkandidaat, dat werd al spoedig duidelijk, was Barry Goldwater. En Barry Goldwater was een aards-conservatieve republikein uit de staat Arizona. En eigenlijk is Goldwater de eerste figuur die de lijnen schetst van
waar het met de Republikeinse Partij later, 20 jaar later, naartoe is gegaan. Maar in 1964 was dat een kansloos programma. Het zat er absoluut niet in dat dat uitvoerbaar was. En het zag er alleszins naar uit dat Lyndon Johnson een spectaculaire overwinning zou behalen. Goldwater zei ook van ja, dat Vietnam, daar moet je gewoon een paar atoombommen opgooien en dan is het gauw klaar daar. Nou ja, de bekende gemakzuchtige oorlogszucht van mensen die alles verwachten van militair geweld. Terwijl in het algemeen militair geweld een hoop ellende veroorzaakt. Niet altijd, maar meestal wel. Dus het gek genoeg was Lyndon Johnson ook de vredeskandidaat in het jaar 1964. Hij was sowieso de populairste kandidaat, had het goed gedaan, had het goed opgepikt, dat presidentschap. Dus hij zou gaan. Hij heeft ook een spectaculaire verkiezingsoverwinning behaald in 1964. En omdat hij de vredeskandidaat was, beloofde hij ook tijdens de campagne, er zal geen enkele Amerikaanse marinier in Vietnam hoeven te vechten. En wij zullen ook absoluut niet overgaan tot het bombarderen van Noord-Vietnam. Waarmee hij de eerste stap zet op weg, op een gevaarlijke en tenslotte ellendige weg, namelijk van de misleiding van het electoraat, van de Amerikaanse burgers. Er werd voortdurend gezegd, nee, we doen dit niet, en dan tenslotte na enige tijd deden ze het veel wel. En zo is het ook in Vietnam gegaan, want terwijl hij dat zei, en al in het zeg maar najaar van 1964, waren er intern al voorbereidingen gemaakt om inderdaad wel met verdergaand te interveneren in Vietnam. Ja, niet echt goed afgestemd dus. Wat? Niet echt goed afgestemd dus intern. Jawel, dat was best goed afgestemd. Er werd gewoon gelogen over wat ze van plan waren. Maar dat kwam electoraal niet zo goed uit. Oké. We moeten hier nog bij vermelden dat toen Kennedy aan het presidentschap begon, dus dat is januari 61, waren er in Vietnam 600 Amerikaanse adviseurs. En toen ging het dus al heel slecht in Zuid-Vietnam, in die zin dat de Viet Cong eigenlijk overal aan de winnende hand was. Dus Kennedy vroeg zich al af, wat moet ik daar precies aan doen? En hij zond twee adviseurs naar Zuid-Vietnam, Maxwell Taylor en Walt Rostow. Je had geen, niet, laten we zeggen, uitgesprokener houtdegens kunnen sturen dan dit gezellige, goed tennissende duo. Allerlei foto's van ze op de tennisbanen van Saigon. Ja, beide adviseerden van flinke Amerikaanse troepenmacht sturen en Noord-Vietnam bombarderen, dan is het gauw afgelopen met die Viet Cong. Dat zag Kennedy helemaal niet zitten. Hij begreep wel dat dat niet geweldig zou zijn. Dus wat doet Kennedy? En dat is eigenlijk een patroon wat we steeds zien in die Vietnamese interventie, dat ze wel zien dat het niet goed gaat, maar dat ze eigenlijk ook tegelijkertijd geen zin hebben om het sterk te escaleren, al zou dat tenslotte toch gebeuren. Het was een beetje van doormodderen. We doen er net genoeg aan om niet te verliezen. Dus wat doet Kennedy? Niet bombarderen, ook hij stuurt ook geen troepen, hij stuurt wel veel meer adviseurs. En tenslotte zijn het, als hij doodgeschoten wordt, zijn het er ongeveer 16.000. Dus van een heel beperkt engagement in Vietnam wordt het een heel omvangrijk engagement. Dus ja, kunnen we Kennedy beschouwen als een van de medeschuldigen van dit immense drama. En dus vooral niet als iemand die eigenlijk in het geheim van plan was om er een eind aan te maken, waar ik dus niet in geloof. Dan ligt het ongeveer zo. Ze hadden allemaal net voldoende gedaan om de zaak in leven te houden. Het basisbesluit was natuurlijk in 1954, jongens, we maken van Zuid-Vietnam een bolwerk tegen het oprukkende communisme. Dat was de basisfout. Omdat dat communisme vermengd was met nationalistische impulsen en omdat het helemaal niet verstandig was om je militair te verzetten tegen dat zogenaamde oprukkende communisme.
Oeh, vies.